Goeiedag, ik ben Ronnie en ik zet mij in mijn vrije tijd binnen OCRA. Ook binnen de stuurgroep werkgroep Belangenbehartiging. En daarom zou ik me heel even tot u willen wenden. Op 13 oktober zijn er provinciale verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen. Sinds decennia is het de eerste keer dat er wel stemrecht is, maar geen stemplicht niet meer. Toch vinden wij het belangrijk dat wij als grote groep in onze maatschappij van gepensioneerden onze stem laten horen. De geschiedenis van het stemrecht wil ik u toch ook even meegeven. In 1893 was er een meervoudig stemrecht. Dus een aantal mensen hadden dus meer dan één stem. In 1919 werd dat hervormd en ontstaat er het enkelvoudig stemrecht. Iedere man had toen één stem. Pas in 1948 kwam er het stemrecht voor de vrouw. Een recht. Dan dat recht hebben wij altijd kunnen gebruikmaken. Je hoeft ook niet ver te kijken. In verschillende landen waar geen stemrecht is, is de democratie ook niet erg groot. Wij hebben een democratische staat en stemmen graag bij tot die democratie. Vandaar dat ik op 13 oktober zeker ga stemmen.